De inkoop is niet, goed gegaan de afgelopen jaren. Wij hebben een accountant, die komt al jaren bij ons over de vloer. Heeft dat eigenlijk nooit echt geconstateerd. Totdat onze eigen controle daar dit jaar echt achter kwam. Nou, de kat de bel aangebonden heeft. En daar zijn we natuurlijk mee aan de slag gegaan. Ja, en vervolgens sturen zij ons een extra rekening daarover. En wij vinden eigenlijk dat het aan de scherpte ontbroken heeft bij onze accountant. Als zij dat eerder hadden kunnen constateren, want daar worden ze in feite ook natuurlijk voor betaald. Ja, dan hadden we er ook veel eerder mee aan de slag gekund. Nu we dat zelf geconstateerd en nu zijn we er nu pas mee aan de slag. En daarom is Herbert Raad niet van plan de rekening van 15.000 euro te betalen. Op de vraag of de verantwoordelijkheid deels bij de accountant ligt, antwoordt hij... Ja, nou en of. Dat moeten wij natuurlijk ook goed doen, zeg maar, in eerste instantie als organisatie. Aan de andere kant hoop je wel, want daar heb je van die controlemechanismes, als zaken niet goed gaan, als het gaat om rechtmatigheid en dat soort zaken, ja, dat de accountant aan de bel trekt. Dat wil je natuurlijk als bestuurder, want dan kun je bijsturen. En wij konden alleen maar bijsturen toen we dat wisten. En dat kwam aan het rollen door onze eigen controller. Terwijl onze accountant die loopt al jaren daar rond. Dus ja, dat vinden wij toch wel onvoldoende scherp.